Ja, het is wel echt een... Het is wel erg leuk hoor, dit. Ik weet niet of ik er misselijk van word. Dat is nog de vraag. Want ik heb natuurlijk wel even lopen testen gisteren. Maar ik heb nog niet een redelijk lange rit gedaan hiermee. Dus ja, dat wordt spannend. We gaan hierheen. Yes, wat ontzettend leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Welkom allemaal terug bij American Truck Simulator. We gaan vandaag weer een mooie rit doen. We gaan namelijk betonnen buizen vervoeren. En dat gaan we doen met Trek IR. Ik heb hem gekocht. Het heeft heel lang geduurd. Ik wou hem al heel erg lang kopen. Maar het is vandaag zover. Zoals jullie kunnen zien, ik heb een patch op. En daar heb ik wat sensoren op zitten. En ik heb een infrarood apparaatje op mijn beeldscherm staan. En daarmee kan ik dus met mijn hoofd alle kanten op kijken. Dus dat wordt heel bijzonder. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben en dan gaan we gewoon lekker starten. Nou, zoals jullie al kunnen zien gaan we dus betonnen buizen vervoeren, 22 ton. Dat ga ik deze keer doen met een andere vrachtwagen. Ik pak vandaag de Volvo en we rijden vandaag in Montana. Dus we gaan van Helena naar Thompson Falls rijden en daar zijn we nog nooit geweest. Dus dat wordt weer een nieuwe rit. Ik ben heel erg benieuwd. Zo, daar staan we dan. We staan buiten. Het is lekker vroeg weer. Het is 7 uur. Ik heb hem al helemaal volgetankt. Ik heb hem ook een beetje aangepast, de truck. Ik vind hem heel erg mooi geworden. Hij heeft geloof ik, wat was het nou? 400-500 pk of zo. Dus dat zou wel voldoende moeten zijn. We zitten erin. En zo te zien... doet alles het. En het is wel heel erg gaaf hoor. Kareltje is ook weer mee. We gaan hem starten. Kijk nou wat een mooi ding. Hey. Hoppatee. Mooi geluidje. We gaan hem in z'n één zetten. Kijk, ik kan nu gewoon overal kijken. Dus als ik moet gaan afslaan, kan ik overal goed zien of ik kan rijden. Ga ik mijn raam open doen of niet? Ja, dat kan ook natuurlijk. Oké, we gaan hem in z'n één zetten. En dan beginnen wij met rijden. En dan moet ik hier eventjes stoppen. Kijk, en nu kan ik dus gewoon... perfect zien of ik kan rijden. Moet ik al schakelen? Wacht even, ik moet heel eventjes wennen aan deze truck. Want het is... ja, dit is een hele andere koek. als mijn vorige truck. Ik ga het toch even dicht doen. Ja, het is wel echt een... het is wel erg leuk hoor, dit. Ik weet niet of ik er misselijk van word. Dat is nog de vraag. Want ik heb natuurlijk wel even lopen testen gisteren. Maar ik heb nog niet een redelijk lange rit gedaan hiermee. Dus ja, dat wordt spannend. We gaan hierheen. Maar laat me eventjes weten of dit leuk is om naar te kijken op deze manier. Ik hoop het wel. Want het is een... mijn portemonnee was echt aan het janken toen ik dit kocht. Want het is niet goedkoop. Ik heb er 250 euro voor neergelegd. Maar ik wou dit al heel lang. En hoe heet dat? Elke keer dacht ik van nou, ik doe het niet. Het is te duur. Maar ik had gewoon zo'n soort impulsieve aankoop mood of zo. Toen dacht ik van weet je, ik doe het gewoon. Ik kan mij het schelen. Yes, let's go. Ja, dus we komen rond... nou, ik kan nog helemaal niet zien wanneer ik aankom. Even kijken, we gaan hier af. Dan gaan we even stoppen. Yes. Kijk nou wat leuk. Ik kan ook helemaal achter me kijken, maar ik moet dat nog instellen. Want het kan wel. Zie je dat? Maar dan moet ik mijn hoofd veel te ver naar achter doen. Dus dat is nog niet echt helemaal optimized. Dan moet ik nog eventjes een beetje instellen. Ik kan ook omhoog zo kijken en ik kan ook zo inzoomen overal een beetje. Daar gaat wel een wereld voor je open. Kareltje is er ook weer bij, gezellig. Kareltje? Karel? Oh, hij is afgeleid. Hij wil niet naar me luisteren vandaag. Nou, kom op, groen. We moeten door. Nog 1 kilometertje. Het is goed bewolkt in Montana vandaag. Ja, we mogen. We mogen rijden. Ja,
Ja, perfect. Dan gaan we hier zo meteen weer naar rechts toe. Oh, oh, oh. Dat was bijna een botsing. Dan moet ik wel een beetje opletten op mijn navigatie, want het is nogal... het is nogal klein. Wij gaan hier naar links. En waar ik ook vooral benieuwd naar ben met het track... ik kan dat nooit helemaal uitspreken. Track IR systeem. Is of ik hier nou juist meer duizelig van word of niet. Omdat ik natuurlijk, als ik mijn hoofd beweeg, dan beweegt het scherm ook. Dus dat zou dan... Je zou dan denken dat het dan minder zou moeten worden. Of zijn, maar... Ik weet het niet. We gaan erachter komen. Even kijken. We gaan op weg. Wat gebeurt er nou? Ja, daar ben ik weer. Ik had eventjes het centeren had ik op enter gezet. Dat moet niet. Dat centeren, dat is voor de track IR. Dus als ik dan niet meer in het midden ben, als het ware, dan klik ik op enter en dan gaat hij vanzelf weer in het midden staan. Dat had ik eventjes verkeerd ingesteld. Maar dat staat nu weer goed. Even kijken. Betonnen buizen. Dat gaan wij dus doen. Dat is 449 kilometer. Let's go. Waar sta jij? Waar staan de buizen? Oh jongens, wat is het allemaal weer klein. Dit is wel heel erg klein. Maar we gaan het toch proberen. Even kijken of ik dit... Of ik dit kan vinden. Waar moet ik nou heen dan? Want het is hier sowieso ergens in de buurt. Want als ik op dat kleine kaartje... Het is echt minuscuul hoor. Ik weet het, ik kan dat grote kaartje doen, maar... Het zou hier dan toch ergens moeten staan. Hey, dat zijn ze, of niet? Ja, volgens mij... Dit zijn ze. Oké, dus nu moet ik... Achteruit... Zie je dat? Nu moet ik met mijn hoofd helemaal... Het kan wel, maar dan moet ik eventjes een beetje gaan tweaken in het Track IR-programma. Dat heb ik nog niet helemaal goed gedaan. Oké, dan moet het hier... Dan staan ze daar. Daar staan ze. Dat moet. Oké, daar gaan we. Ja, we gaan naar achteren. Ik kan natuurlijk ook gewoon in mijn spiegels kijken. Even kijken hoor. Ik hoop dat dat hem is hoor, anders hebben we een probleem. Als het goed is, ja, ik zie pionnetjes hoor mensen. Dat betekent dat dat de trailer is die we zoeken. Kom op, sta ik er recht onder? Ja, perfect. We klikken op T. En de vrachtwagen slaat uit. Het is ook wel wet hoor, dit. Oh, ik zit in de versnelling. Juist, nu is er één. En dan, dames en heren, rijden wij hier vandaan. Zo even een mooi shot. Even kijken, even rustig aan, rustig aan. Gaat dat goed? Ja, dat gaat goed. Ik kan nu ook gewoon stoppen bij bepaalde stukken. En om me heen kijken. Ik moet even mijn richting... Oh, oh, kijk, zie je dat? Normaal had ik een botsing gehad. Ja, we gaan. We gaan rijden. Gaat dat goed met die trailer? Oh... Ja, we gaan even schakelen. En dan, dames en heren, zijn we onderweg. We moeten nog 400... Ja, ja, alles nog, hè. Ja, we kunnen. Karel is blij. Karel is altijd blij. Karel die is altijd blij als we gaan rijden. Hé, Karel? We gaan even schakelen. Dan gaan we hier zo meteen naar links. Terugschakelen een stukje. Ja hoor, doe maar. Doe maar. Joh, wat ben je... Jongen. Wat ben je allemaal aan het doen weer? Ja, we kunnen. Nou, niet helemaal. Ja hoor, komt u maar. Oppassen. Ik heb een hele grote trailer, meneer.
Gaat het goed? Dat gaat net goed. Zagen jullie het beeld trillen? Dat was de stoeprand. Ik reed letterlijk over de stoeprand. Ja, we zijn echt heel zwaar. We zijn echt heel erg zwaar. Het voelt zwaar. Ik voel het ook aan mijn stuur dat het heel zwaar is. En dan is het natuurlijk hopen dat we een beetje in de dorpjes terechtkomen. Dat is wel leuk natuurlijk. Even terugschakelen weer. En dan staan we helemaal stil. Ja, ik hoop dat we een beetje in de dorpjes terechtkomen. Dat zou wel leuk zijn. Nou, kom op. Geef me groen. Ik wil rijden. Ik heb trouwens ook wat settings uitgezet in de Trek IR. Je kunt namelijk ook dit doen. Zeg maar deze bewegen. Maar ik heb dat uitgezet, want ik word daar echt heel erg... ik ga er beide van tweaken. Zo duizelig word ik daarvan. En het is ook helemaal niet nodig. Want als je aan het rijden bent en je doet deze beweging, dat is niet fijn. Althans, ik ervaar dat als niet fijn. Maar ja, je kunt dat Trek IR natuurlijk in meerdere games gebruiken. Bijvoorbeeld vliegtuigspellen en zo. Daar kun je ook om je heen kijken heel goed. Daar gebruiken de meesten het voor. Althans, dat heb ik dan heel vaak gezien op YouTube. Dat dat heel veel gebruikt wordt voor die vliegtuigspellen. Maar ik heb het voor dit gekocht eigenlijk. Want ik durf gewoon letterlijk geen vliegsims te spelen. Omdat ik bang ben dat ik daar gewoon in één keer heel erg misselijk van word. Want het is natuurlijk veel heftiger. Want de vliegtuig doet natuurlijk ook dit zo. Dus dat ik weet niet of mijn hoofd dat... Volgens mij wordt mijn hoofd dan helemaal gek. We gaan niet trouwens naar links. Even een scherp bochtje. Gas, gas, gas. We mogen door. We mogen door. Snel. Ik red het. Ik red het. Ja, prima. Gaat het goed? Ja, dat gaat hartstikke goed. Niks aan de hand. Nou, en dan ga ik even terugschakelen. Want ik heb echt... Nou ja, ik heb natuurlijk een andere truck. Dit is een andere truck. Dit is de Volvo. En het is natuurlijk niet een... Het is niet het bakbeest als de vorige keer. Dus deze heeft iets meer moeite ermee. Veel meer moeite. Maar daar gaan we. We gaan dus door Montana rijden. En we moeten ze nog allemaal 440 kilometer, hè, Karel? Ik heb die Karel lekker zitten dan. Nou, respect voor degene die mod heeft gemaakt van Karel. Want dat betekent dat hij hem goed up-to-date houdt. Want ik heb nog geen één keer gehad dat die mod het niet deed. Oh, er komt iemand naast me. Ja, dus je kunt ook gewoon in je truck kijken. Je moet natuurlijk wel nog steeds letten op de weg, maar... Het is wel erg leuk, hoor, dit. Maar ja, je moet je afvragen, is het geld waard, hè? Ik bedoel, het is geen 60 euro, het is ook niet 100 euro, het is ook niet 200 euro, het is nog duurder. En is dat het dan nog steeds waard? Ja. Dat moet je voor jezelf bepalen. Kijk, als je het geld hebt liggen en je kunt het missen, en je vindt het zo leuk, of het lijkt je zo leuk, je kunt het ook altijd terugsturen natuurlijk. Koop het dan gewoon, want het blijft ook gewoon heel erg duur. Het is gewoon duur. Wat ik al zei, ik wou het al heel lang. En het zakt bijna nooit in de prijs. En het is ook best wel moeilijk om te krijgen, althans die ik wou hebben. Want ik heb, hoe heet dat ding? Trek IR5 heb ik. En dan heb je ook nog een andere optie. Dat is, hoe heet dat ook weer? Toby of zo? Iets met Toby, eye tracking. Nou, dat ding heb ik ook kunnen vinden op Amazon. Die was geloof ik nog duurder. Die was 300. Nou, een beetje lopen kijken op YouTube natuurlijk. Een beetje kijken naar vergelijkingsvideo's. En nou ja, de ene die zweert bij dat Toby. En de andere die vindt dat Trek IR juist veel beter. Dus wat je ook koopt.
je zit wel goed, maar dat track IR, dat schijnt bijvoorbeeld met inzoomen, het schijnt allemaal net ietsjes beter te werken als dat Toby. Maar ik ben er geen expert in, hoor, dus misschien zijn er mensen die wel Toby gebruiken en we die helemaal afkraken, maar dat is wat ik heb gezien, hoor, van andere mensen. Dat is niet mijn eigen ervaring. Maar het werkt. Dit werkt gewoon heel goed. Dus ik ben er blij mee. Nou, eens even kijken. 300. Mooi is het hier, hè, trouwens. Ik zit helemaal niet op te letten. Het is weer prachtig hier. Maar Karel, die... Karel, die vindt het allemaal wel best, joh. Ik hoop wel dat ze meerdere animaties geven aan die kat. Het is nu een beetje, hè, zo'n loopje. Dus ik hoop dat ze op een gegeven moment... Hey, wacht even. Butten ontdekt. Butten? Een gekke naam. Nou ja, we gaan in ieder geval hier af zometeen. Mooie truck weer naast me. Heel erg mooi. Ik heb wel wat moeten veranderen in mijn grafische settings. Want je hebt zeg maar de optie om het spel zeg maar op... ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat heet. Maar je kunt 100%, 200%, 300% en 400%. En ik had hem op 300 staan. En nu heb ik hem op 200 staan. Waarom? Omdat ik anders niet de 120 fps haal. Want dat track IR systeem, dat werkt tot en met 120 fps. En dat werkt veel fijner nu. Want anders is het best wel choppy. Of althans, dan zit ik nog wel boven de 100, maar dat merk je wel. En vooral met dit systeem, als je om je heen kijkt en zo. Ik geef vol gas, hoor, jongens. We hebben niet... ik dacht dat ik er wel een goede motor in had gezet. Maar ja, het is natuurlijk ook een zware lading. Het is echt 22 ton. Dat weegt wel wat. Even een bochtje maken hier. Ik ben ook nog steeds wel blij met die pilonnenmold, weet je wel? Dat we pilonnetjes zien in plaats van die groene toestanden allemaal. Het enige nadeel aan die mold is wel dat we niet onzichtbare muren zien. Dus dat is weer... Oh god, wat nou weer? We moeten een inspectie krijgen. Hé, wat is dit nou weer? Oké, prima. Volgens mij is er niks aan de hand met mijn truck, want ik heb... Kan ik? Ja... Want ik heb hem volgens mij helemaal gerestaureerd zelfs. We gaan hier zo af. Ga ik even terugschakelen een stukje. En dan mag ik hier zomaar heel langzaam rijden. 15 miles. Ik vind het zo'n mooi spel, jongens. Echt. I love it. Echt waar. Ik vind het echt heel mooi. Kunnen we? Oh, perfect. Hij rijdt door. Oh. Wacht even, er gaat iets niet helemaal lekker hier, jongens. En ja, om de inspectie te beginnen. 35 ton. Bij elkaar. Daar gaan we weer. En een mooi shotje. Hoppatee. Kijk hoor, kan ik. Kijk, en hiermee is het zo handig. Je kunt de hele tijd gewoon goed kijken. Ja. Gassen met dat ding. Ja, hier moeten we weer omhoog. En dan heeft hij de meeste moeite. Wat zag ik nou staan? Idaho Falls. Oh, wacht. Er ging iets niet helemaal lekker. Schakelde hem niet goed. Als je dit leuk vindt, vergeet dan niet even te liken, hè. En trouwens, als je aan het spelen bent, laat me dan eventjes weten waar je bent. Want dat vind ik altijd leuk. Of kom even in de Discord en zet even een paar foto's neer. Dat is nog veel leuker.
gaan nog steeds de goede weg, gelukkig. Kan ik hem nu gewoon centeren? Ja, zie je dat? Als ik bijvoorbeeld zo kijk, dan centert hij hem, zie je? Dat is wel erg handig hoor. Voor als je eventjes denkt van, nou, volgens mij ben ik niet helemaal gecenterd. Kijk, kan ik hem naar achter kijken zo? Wat een uitvinding, dat het ook gewoon kan, hè, dit. Nou, we rijden bijna op... Ik kan nog een keertje schakelen. Weet je wat? Ik zet hem lekker op cruise control. Dan gaan we lekker verder rijden. Ja, we hebben nog geen dorpje gehad. Nee, dat hebben we niet. We hebben nog geen dorp of stad gehad. Tjonge jongen, wat is het hier weer mooi. Het is 10 uur. Ik rijd bijna van de weg af. Heel mijn stuur begint te trillen. Kijk dan al die bergen en zo. Hop, daar ga ik weer bijna. Ja, dat is nog steeds het nadeel, hè. Dat als je zeg maar naar buiten wil kijken, dat kan wel. Maar dan moet je wel opletten. Dat je op de weg blijft. Want anders gaat dat niet goed. Het doet me een beetje denken aan Oregon. Dit gebied. Mooi hoor, met die hoge dennenbomen en zo. Heel nice. Maar ik vind het wel fijn om een truck te hebben waarbij je gewoon goed uit de ruiten kunt kijken. Want bijvoorbeeld bij die... hoe heet dat? Die Kenworth, die hele grote. Dat is een hele mooie truck, maar die heeft maar hele kleine raampjes, vind ik. Ten opzichte van de andere trucks. Vandaar dat ik daar ook eigenlijk niet in rij. Omdat ik het prettiger vind om gewoon goed zicht te hebben, zeg maar. Ik wil goed naar buiten kunnen kijken. En Karel moet erin kunnen. Ik vind het altijd leuk om Karel mee te nemen. Nou, vooralsnog gaat het allemaal prima. Oh, nu kunnen we wel zien hoe laat we aankomen. 1:15. Ik weet niet of ik hem achteruit ga inparkeren. Ik ga mijn best doen, maar... Ik moet nog even kijken. Het gaat tot nu toe gaat het goed met mijn... met mijn duizeligheid, zeg maar. Ik heb het niet meer als anders. Ik kan niet zeggen dat het minder is als anders, maar... Het is niet dat ik nu misselijk ben. En dat stond er wel bij, hè, toen ik het kocht. Of nou ja, toen had ik het al gekocht. En toen kwam ik er dus achter. Dat stond helemaal onderin. Daar stond, let op. Track IR is heel leuk, maar niet voor iedereen weggelegd. Je kunt er lichamelijke klachten van krijgen, zoals duizeligheid en misselijkheid. Dus toen werd ik een beetje zenuwachtig. Toen dacht ik van, oh, misschien gaat dat wel niet goed komen. Maar tot nu toe wel. En daar ben ik zo blij om. Alles moet ik hem terugsturen. Ja, het is ook best wel makkelijk voor de mensen als je geïnteresseerd bent. Het is best wel makkelijk. Je koopt gewoon dat ding. Dan download je het programma. En dan doe je hem gewoon in je computer, USB'tje. Je zet hem op je beeldscherm. Je zet een patch op met die sensoren erop. En dan ziet hij hem eigenlijk al. En dan is het gewoon een kwestie van een beetje instellen hoe je het wil. En dan start je, hoe heet dat? American Truck Simulator op of Eurotruck. En dan kun je gewoon, als het goed is, om je heen kijken. En dan kun je lekker spelen. Dus had ik ook nog druk om te maken. Ik denk van, nou, als het maar goed gaat allemaal. Nou, het is wel weer een one-way highway-achtige toestand. Het is weer één weg. Misschien dat ik voortaan, gewoon voordat ik ga beginnen met opnemen, dat ik gewoon mijn eigen route maak. Dat kan toch? Dat ik gewoon zelf bepaal... Maar ja, dat kost wel tijd. Maar dat ik dan zelf bepaal waardoor ik rijd en zo. Maar we komen nu
Even kijken. Jeetje, wat is dat weer allemaal weer klein om te lezen. Missoula. Of Missoula. Weet ik hoe je dat uitspreekt. Ze zijn trouwens ook weer bezig met een nieuw uitbreidingspakket van het spel. Maar dat zijn ze continu. Ze hadden ook Missouri geïntroduceerd en laten zien. Dat is ook nog steeds niet uit. Het duurt allemaal wel vrij lang. Maar goed, het maakt allemaal geen reet uit, want ik heb het nog niet eens allemaal gezien. Het is niet dat ik denk van nou, ik moet nu echt wat nieuws vinden of door wat nieuws heen rijden, want ik heb alles al gezien. Absoluut niet. Echt niet. Nou, we moeten nog een kleine 100 kilometertjes. Wat stond daar nou? Vote 2024. Oh, dat is leuk. Dat is actueel. Dat is vrij actueel. Kijk nou wat mooi hier, jongens. Kijk dan, die bergen helemaal. Oh, ik rijd bijna op de andere... ik reed bijna op de andere weghelft. Even het raam een beetje open. Zo. Hoor die wind. Het is wel echt realistisch hoor, deze game. Het is echt leuk. Als je het niet hebt, koop het. We moeten hier trouwens af, we moeten af. Oh, dat ik dat zag, hé. Ja, dan kan ik mijn knipperlicht aanlaten, want we moeten hier naar rechts. Dan ga ik hier helemaal stoppen. En dan ga ik kijken wat ik doe. Ja, ik kan. Dan moet ik wel schakelen, anders kom ik er niet. Kijk, die trailer, dat gaat net. De stoplicht is kapot, dus ik mag gewoon door. Ik moet eigenlijk stoppen hier, maar... ik gok het erop. En dan zijn we bijna op de plek van bestemming. En ik moet zeggen... ik vind Montana heel mooi. Ik krijg er wel Oregon vibes van met die bomen zo. Mooi hè, zo met die zon zo op de straat. Even kijken. Oh, ik ga veel te hard, joh. Mag je helemaal niet zo hard. Ik ga veel te hard. Oh, hier mag ik weer 100. Wat gebeurt er nou? Oh, we krijgen hier hele scherpe bochtjes. Zo meteen. Karel, hou je vast. We gaan zo meteen... Kijk, hier is dat. Oh, dat valt mee. Dat valt nog wel mee. Dat is toch prachtig, jongens. Ja, nu kan ik niet omheen kijken. In die view kan ik niet omheen kijken. Ik wou dat even testen. Ik denk van, hé, kan ik misschien dan ook omheen kijken? Maar nee, dat kan dus niet. Oh, dit wordt een leuk bochtje. Maar dat kan gewoon, geen probleem. Ik heb letterlijk maar één... Nou, dat is niet waar. Ik wou zeggen dat ik één crash heb gehad met dit spel, maar dat is niet waar hoor. Maar niet veel in ieder geval. Ik kan ze op één hand tellen. We gaan hier zo naar links... Even wachten, even kijken. Even op die auto wachten. Hebben we daar nou wat? Nee, niks. Wat gebeurt er nou weer? Wat is dit nou? Nou ja, wat is dit nou weer? Moet dat nou weer? 1. Koppeling los. Ja, nu kunnen we. Juist, dat ging niet helemaal goed net. Ja, het is natuurlijk ook zo zwaar die trailer. Dan
Dan laat ik de koppeling zeg maar te snel los en dan hop, dan zegt hij doei. Zoek het maar uit. Dan wil hij niet. Even weer centeren. Juist zo, ja. Ja, ik begin een beetje verliefd te worden op dit systeem. Ik wil niet anders meer, denk ik, zo meteen. Ja, want nou kan ik... Nou, nu kan ik niet zonder natuurlijk. Thompson Falls, we zijn er! We hebben het ontdekt. Thompson Falls. Oh, wat leuk. Is het daar? We zien nog niet het vlaggetje op de kaart. Dat nog niet. We moeten nog 3 kilometer. Ja, daar is het. Daar is het. Hier nog een klein stukje vooruit en dan of rechtdoor. En dan kunnen we hem nu uit laten rollen en dan gaan we hier zo meteen ergens naar rechts. En dan gaan we dat daar bezorgen. Even kijken, moet hier wat minder hard. Ik kan vast mijn richting aangeven. Even 1 keertje terugschakelen. Gaat goed met de trailer zo te zien, ja. Even kijken hoor. En dan moet het hier zo zijn. Goedemiddag, goedemiddag. Daar zijn we dan. De stuur gaat echt alle kanten op in dat zand. Oh, even oppassen. Even oppassen. Ja, hier zo moet ik zijn. Dan gaan we even kijken. Waar wil je de trailer? Zal ik het doen? Weet je wat? We doen het. Rij naar de rode... Waar de hel moet ik heen? Jeetje, wat is dit een zware trailer, jongens. Ach, joh, ik weet niet eens waar het is. Waar moet ik dat ding neerzetten dan? Oh, daar. Oh, jeetje. Oh, dat ga ik helemaal niet redden. Het is veel te moeilijk. Ook met dat zand. Mijn hele stuur is... Nou, dit ga ik niet eens proberen, jongens. Het is veel te lastig, joh. Die hoek al. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen, jongens. Het is me allemaal even iets te moeilijk nog met dit. Daar moet ik even even beter aan wennen aan dit, hoor. Daar moet ik eventjes aan wennen. Eventjes kijken. Afgelegde afstand 451. Nou, dit is een mold, hoor. Let daar niet op. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik ben echt niet level 483. Dat is gewoon nep. Dat is niet waar. En dan, dames en heren, ga ik hem hier zo afsluiten voor vandaag. Wat vind ik ervan? Ik vind het hartstikke leuk. Ik kan niet wachten tot de volgende aflevering. Want het is wel... Ja, het is bijna een soort van verslavend. Ik ben niet misselijk, dus dat is goed. Godzijdank voor dat. Ik vind het een leuke truc. Misschien kan hij wel iets meer power... Het zou wel fijn zijn, vooral met dingen van 22 ton. Want het gaat niet. Hij gaat niet als een speer weg met die trailer. Dat in ieder geval niet. Als je dit nou leuk vindt om te kijken, vergeet dan zeker niet eventjes te liken. En als je nou helemaal nieuw bent, vergeet dan niet eventjes te abonneren. Dan hoop ik je te zien in de volgende aflevering. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. Tot dan. Doei!